ik ben weer eens laat. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 13 november 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Vanwege dus een nogal uitgelopen planning vandaag een wat eenvoudiger uitzending dan anders. Ik gebruik vandaag een item dat ik in februari van dit jaar voor PIVA aangemaakt heb. Er is data, contestia met de instelling als altijd op 355 Hz. En daarnaast op het eind, als het lukt, nog iets bijzonders via 8 PSK1000, net als gisteren op 1750 Hz. Om te decoderen heb je waarschijnlijk ook het programma FL Rap nodig, maar ik moet nog kijken of dat echt nodig is. Bij D-Star zijn ze razend populair, hotspots. Dit soort privé-hotspots vormen heel lokaal een verbinding naar het netwerk waar vrijwel alle D-Star-repeaters op gekoppeld zijn. Precies als bij een Echolink-node op één frequentie. Voor D-Star zijn er meerdere varianten van te kopen. Je hebt bijvoorbeeld de rode dongel, die heet eigenlijk D-Fab-dongel. En daarnaast heb je de Babystar van ON8JL en uit Nederland de DV-Mega en de Transpot. Dit zijn kleine, zeg maar voor het gemak, repeatertjes van 10 milliwatt die op een portofoonantenne bedreven worden, zodat het signaal nauwelijks de eigen woning zal verlaten. Meestal wordt als computer voor de dingetjes een Raspberry Pi gebruikt. De kleine 10 milliwatt hotspots zijn zo populair om meerdere redenen. Eén belangrijke reden is dat niet iedereen dicht genoeg bij een grote repeater zit om daar vanuit huis met een portofoon heel gemakkelijk overheen te kunnen werken. Het 10 milliwatt dingetje is echter overal binnen de eigen woning makkelijk een meterhoek en je kunt toch dezelfde mensen ermee bereiken die je ook op een grote repeater op het netwerk kunt bereiken. Verder kun je iets wat je op een grote repeater niet zo snel zult doen. Het is natuurlijk oké als je een ver station wilt werken en daarvoor een repeater, als die vrij is, tijdelijk aan een andere repeater of reflector koppelt. Als je op een repeater waar ook andere mensen luisteren echter wat langer wilt luisteren naar de gesprekken op een verre repeater, dan roept zoiets al snel irritatie op. En dat is ook heel logisch natuurlijk. De mensen die daar luisteren willen ook graag luisteren of de amateurs die zij normaal spreken er zijn. Op zo'n privé hotspotje is dat echter geen probleem. Al zet je de hele dag het geluid van een drukbezette repeater in Tokio op, er is geen mens die daar last van zal hebben. Verder zul je veel eerder met zo'n eigen hotspot gaan experimenteren dan dat je dat met een repeater zult doen, omdat dat laatste nou eenmaal verschrikkelijk veel opvalt. Kortom, het is redelijk logisch dat die hotspots bij D-Star zo populair zijn. Des te vreemder is het dat je die dingen bij de analoge repeaters nauwelijks tegenkomt. Als je zo'n ding via Echolink gebruikt, heb je in feite dezelfde voordelen als je ook bij D-Star hebt. Zij het dat het natuurlijk wel alleen werkt voor repeaters die op Echolink gekoppeld zijn. Maar dat zijn er tegenwoordig toch nog aardig wat. Zelf heb ik bijvoorbeeld experimenten met digitale en analoge spraak waarvoor ik niet de grote repeater wilde belasten. Vorig jaar eens zo'n analoge hotspot gemaakt. Ik heb hem speciaal gemaakt voor die experimenten, maar toen het ding klaar was, nam ik hem al snel in gebruik op precies dezelfde manier als ik dat eerder bij een D-Star hotspot had gedaan. Het aardige van dit alles is dat zo'n zeg maar analoge hotspot in zijn eenvoudigste vorm behoorlijk goedkoop is en nog bijzonder eenvoudig te maken ook. Ook voor de analoge hotspot heb ik een Raspberry Pi gebruikt. Voor Echolink zijn er meerdere programma's die voor Linux werken, maar het meest praktisch is om daar SVX-Link voor te nemen. SVX-Link werkt op een Raspberry Pi een beetje aan de trage kant, maar het is zeker bruikbaar en voor een eerste experiment is het goed te doen. Misschien wil je later een van de snellere versies van de kleine computertjes gebruiken die inmiddels ook ruim voorhanden zijn. Bij gebruik van de meest gebruikte variant versie B van de Raspberry Pi, die standaard geen audio-ingang heeft, is het overigens nodig om een goedkope audio-dongel te gebruiken. Die zijn echter via eBay voor €2,95 vaak al wel te koop. Als zendontvanger heb ik een goedgekeurde LPD-porto gebruikt. Die heeft 10 milliwatt output, net als de D-Star exemplaren. In eerste instantie heb ik mijn hotspot gewoon op de squelch laten werken, dus zonder lijntjes te leggen vanaf de Raspberry voor squelch en PTT. Doe je dat wel, dan werkt het allemaal net wat prettiger, maar alleen op de Fox zonder deze bedrading gaat het ook, en heel zeker voor de eerste experimenten. Daarvoor is het overigens wel nodig dat de gebruikte LPD-porto over een Fox beschikt. De porto zendt dan door middel van de Fox in de porto en de squelch detectie vindt plaats door de Fox-functie in de SVX-Link software. De enige aansluitingen zijn dan naast voeding en ethernet voor de internetuitsluiting op de Raspberry twee kabeltjes voor in en uit met een weerstandsverzwakker om te voorkomen dat de microfooningang van het portootje door het audio van de Raspberry wordt overstuurd. SVX-Link heeft een aantal functies die bij grote repeaters meestal niet gebruikt worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via DTMF vanaf je porto het actuele weerbericht van een aantal vliegvelden door de hotspot te laten uitspreken. Ook het linken van repeaters gebeurt overigens door middel van DTMF. Voor degenen die zich afvragen of een constructie als dit legaal is, als je een goedgekeurde LPD-porto gebruikt, is het inderdaad legaal. Je mag de zender van een amateurapparaat niet door andere amateurs laten bedienen.
De LPD-porto is echt geen amateurapparaat. Je mag zo'n porto bijvoorbeeld ook gebruiken om er een draadloze koptelefoon mee te maken die aan een amateurapparaat of iets anders hangt, zelfs als je geen zendamateur bent. Je moet er echter wel voor zorgen dat onbevoegden niet op het Echolink-netwerk en daarmee op de andere repeaters kunnen komen. Om die reden mag je de ontvanger alleen aan laten staan als je erbij zit en eigenlijk is het wel aan te bevelen om een CTC-SS-code of iets dergelijks te gebruiken. Op de site van PI4AA is een linkje te vinden met een kant-en-klare image van een SVX-Link installatie voor de Raspberry Pi. Dit voor wie het eens wil proberen. Ik wil daar overigens nog aan toevoegen dat verschillende repeaters tegenwoordig geen verbindingen met repeaters of links vanaf Echolink toelaten. Onder andere is dat bij PI3UTR het geval en ik geloof dat PI2NOS, maar dat weet ik niet zeker, alleen wel links toelaat, maar geen repeaters. Dus als je simplex werkt met Echolink zit je goed in dat geval. Op die repeaters waar dat niet kan, kun je een configuratie zoals hiervoor genoemd helaas dus niet gebruiken. Vanavond op PI3UTR is vanaf 10:30 weer de lange uitzending van de Daily Minutes en PA00 Nieuws. Vanaf 10:30 dus op PI3UTR. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.